Alweer zo'n praktische tip van Waypoint. De Sena 10U. Sena heeft met de 10U een systeem ontwikkeld specifiek voor een aantal helmen. In dit geval hebben we hier de Sena 10U voor de Schubert C3 en C3 Pro staan. Daarnaast is er ook een 10U voor de Shoei Neotech, de Shoei GTR en de Arai Full Face helmen. In dit filmpje gaan we laten zien hoe we hem inbouwen in de Schubert C3 Pro. Ze hebben dus ook geschikt voor de Schubert C3, daar maakt Sena geen onderscheid in. Ja, het is een volledige set eigenlijk, alles zit al aan elkaar. En daarbij de remote control van Sena. Daarmee kan je het systeem bedienen vanaf je stuur. De knoppen om door de menus heen te lopen, de keuzes te maken. Daar gaan we straks ook wat meer van laten zien. Schubert C3 is natuurlijk voorbereid voor zijn eigen systeem. Ja, dat maakt het op zich makkelijk om er goed bij te kunnen komen. Ja, waarom zou je niet voor het systeem van Schubert kiezen of waarom juist wel? Nou, wil je met andere mensen communiceren die een ander merk hebben, ja, dan is het handig om bij dat merk te blijven. Dus wil je met een Sena praten, kan je met best een voor een Sena kiezen. Hij heeft een Sena Universal Intercom, dus dat betekent dat de Sena wel met andere merken kan koppelen. Het Schubert systeem werkt eigenlijk alleen met andere Schubert systemen of met systemen van Scala Rider. Het enige wat even vastgeplakt wordt, zijn de klittenbandpads voor de speaker. Nou, er is al een mooie ruimte in de helm voor, dus eerst moeten we de antenne op zijn plaats schuiven. Nu valt hij precies om het wangstuk heen en ja, met deze drukken wordt hij straks op zijn plaats gehouden. Vervolgens komt het batterijgedeelte op zijn plek. En nou, de Schubert helm heeft twee verschillende schaalmaten. Je kan het gedeelte waar die mee bevestigd wordt verschuiven. Uiteraard de luidsprekers. En de microfoon en hier ook twee bedieningsknoppen. Ook de microfoon valt hier precies voor zo'n drukknop om op zijn plek te houden. Zoals je ziet zit de microfoon nog niet rechtstreeks voor je mond, maar een beetje aan de zijkant. En alles wat dan nog nodig is, is de nekkraag terugplaatsen. Dat zal wellicht iets lastiger gaan, maar ook dat is voor elkaar. Opladen gaat hier via micro-USB aansluiting. Er zit ook een ledje om te kunnen zien of die aan het laden is. Inschakelen van het systeem. Deze twee knoppen indrukken. En ja, met de remote verder te bedienen. De afstandsbediening gevonden is, krijg je daar een melding van. Je wil bijvoorbeeld de radio aanzetten. Dus knopje op de achterkant van de afstandsbediening indrukken. Standaard, nu grijp ik hem op, we kunnen hem nu radiozenders laten zoeken. En eventueel opslaan als we dat willen bewaren. Je ziet hoe simpel het in te bouwen is en hoe goed het te bedienen is met de afstandsbediening. Heb je een geschikte helm? Ja, kijk eens naar de mogelijkheden.